die voor mij knielt in. Die het denkt waardig te zijn een ridder van het licht te worden. Een ridder van het licht en een ridder van de graal. Het is niet enkel een strijder, maar een waardig kampioen in deze strijd. Iemand die de anderen voorgaat, door haar eigen voorbeeld de deugden uitstraalt, die de anderen naar het goddelijke licht kunnen leiden. Wij zullen u nu gaan bevragen om te zien of u deze eer waardig bent. Op uw knie, Francis Kenter. Zij heeft de wens ridder te worden in de orde van de vrouw. Zij leeft een leven vol passie voor de gezondheid en het verdrijven van de stoffen uit het lichaam. Hierin volgt ze haar hart en ze gaat de weerstand niet uit de weg, integendeel. In feite is zij al een ridder met de doelstellingen die ze zich voorhoudt en elke dag prachtig naleeft. Zij laat erin zien dat zij de inwijding waardig is door zuiverheid ten toon te spreiden en haar levensdoelen moedig onder ogen te zien. Als een ridder is het noodzakelijk om kracht te ontwikkelen. Dat u deze kracht kunt lenen aan hen die deze kracht ontberen. Zijn er daden die hiervan spreken dat zij hun kracht naar krachten inzet voor iemand die de kracht op dat moment ontberen? Ja, zeker. Ik denk dat zij voor velen een voorbeeld is. En dat zij zeker voor haar kinderen het goede voor ogen heeft om te zorgen dat zij gezond zijn van lichaam en daardoor ook gezond van geest. Kunt u niet zelf getuigen van zo'n moment waarop zij haar kracht neemt? Ik denk dat zij goed in haar kracht op deze reis en brengt het aan ons om ons de weg te wijzen en om te zorgen dat wij de kamer waar wij nu zijn. Nou, dat vindt ze jou goed in haar gedaan. Dat is het geval. Strijder van het licht. Alleen deze kracht ontwikkelen en gebruiken ten gunste van anderen, maar ook rechtvaardigheid betrachten. Niet meer nemen dan haar deel en geven waar zij dit nodig had. Te hiervan getuigen van haar gulheid en onze onbarmhartigheid. De strijder van het licht is ook een kampioen van de gerechtigheid. Een die zich verzet tegen onrechtvaardige wetten die het volk onderdrukken. En niet de tirannen vreest die deze wetten opleggen en zo het volk tot hun slaaf maken. Heeft zij zich gesterkt in deze strijd? Nu de laatste vraag. Met een strijder moet niet alleen kunnen strijden, maar ook zichzelf kunnen beschermen. Ze mag niet twijfelen in haar geloof. Ze mag niet wankelen in haar daadkracht. Heeft zij standvastigheid onder moeilijke omstandigheden als de wereld en duistere krachten zich tegen haar keren? Zijn voldoende. De voorspraak is sterk. Dan zal ik nu mijn broeders en zusters vragen om u te omringen, zodat wij u kunnen gaan erkennen als één van ons.
Holly munt in deze graad. Dit symboliseert het offer. Dat u uw aardse wezen en goed ter beschikking stelt van het hogere doel. Van deze graal het symbool. Wat ziet u nu? Hoe het passieve aardse ondergedompeld wordt in het gif. Het is aan u om het gif te verwijderen en uw wezen en uw lichaam daarvoor te offeren. Drink deze beker tot de bodem. Zij heeft haar lichaam en haar geest geofferd voor de zuiverheid. Om het gif uit deze wereld te zuigen, de slangen en tirannen te bevechten, zodat het licht in volle luister kan stralen en ontvangen kan worden. Zij is nu een waardig dienaar van de idealen van de graal. Een strijdster voor gerechtigheid. Onbaatzuchtig, nederig. Moedig en krachtig. We geven haar nu de zegen van de maan, die over haar gemoedstoestand zal waken, zodat zij niet gecorrumpeerd zal worden door het duister of door de slagen van de aardse wereld. Wij geven haar nu de zegen van de zon, dat zij met kracht toe zal slaan en licht zal brengen waar het duister heerst. Wij geven haar nu de zegen van de graal, dat zij altijd ontvankelijk mogen zijn voor de gebeden van de anderen en de zegeningen van de hemel. Zodat deze haar de kracht en wijsheid zullen geven om de beden te kunnen verhoren van haar broeders en zusters in deze wereld. Sta nu op, ridder van de graal. Ontvang de ontvankelijkheid van de maan, het zwaard van de gerechtigheid van de zon. U heeft nu voldoende aan uzelf gearbeid en uzelf gezuiverd tot een waar en moedig krijgster. Het rest mij nu om u de wereld in te sturen, zodat uw strijd gebracht mag worden naar de plaatsen waar nog wel de duisternis heerst. Ik vang hier nu uw ros. Uw ros zal uw kracht verspreiden over de wereld en de zegeningen die u ontvangt vermenigvuldigen in de harten van weer. Ik groet u van de zoveel. Knielt alle neer dat wij de zegeningen van deze nieuwe kampioen zelf mogen. Wens ik u nu kracht, moed en voorspoed op uw quest. Ik vlaag van omdat ik dat zo heb.
Yes.